Maurice Steijn, vorige week na de 3-3 hoopte je eigenlijk met 4 overwinningen op een rij nog iets te kunnen richting de bovenste plaatsen. Dan is deze nederlaag tegen Excelsior denk ik een dikke poffert op de neus. Ja, het is een mokerslag. Want je bent de hele week bezig om je helemaal volledig voor te bereiden op deze wedstrijd. En ik moet zeggen dat het begin nog heel aardig was hoor. Dat we vooruit durfden te voetballen, risico namen in de opbouw. Heel bewust ook met 3 man achterin gespeeld. En met nog 1 extra aanvaller erbij met Kai de Roy in plaats van Mashart. Dan gebeurt er iets in die wedstrijd. We maken het onszelf een keer in de opbouw moeilijk. Hè. Tom Haaien die in de 16 ingespeeld wordt, dan geven we een corner weg. En dan lijkt het wel ineens helemaal weg. Dan gaat het een beetje op en neer. Dan krijgen we een gelukkige penalty tegen. Ik moet dat nog terugzien. Ja, en dan denk ik dat de tweede helft dat je een lesje krijgt in effectiviteit. We worden 1 keer volledig weggecounterd. En de tweede keer lopen we ook niet met onze man mee en zijn we hem kwijt. En krijg je zelf denk ik nog wel een paar hele behoorlijke kansen. Zeker op een grote schotkansen. Maar is er te weinig gebleken. Vorige week start je met het systeem met 5 man achterop. Nu was het weer het oude vertrouwde 4-3-3. Waarom heb je toch weer gekozen voor die 4-3-3 opstelling? Nou kijk, vorige week was het ook de bedoeling om met 3 man achterop te spelen. Met Schouten en Mashart dieper. Ook tegen hun 2 spitsen. Dat hebben we nu anders gedaan. Hebben we nu in dit geval anders gedaan. Omdat ik nu het idee had dat met Ramon je ook die zone kon bespelen. En met Ramon en met Mashart in die zone. Dat vond ik te veel. En waarin ik wel vorige week vond dat we die wel nodig hadden. En daarom hebben we een extra buitenspeler gebracht met Kai de Roy. Dat was de afweging. Op een gegeven moment, halverwege de eerste helft, zat ik naar een wedstrijd te kijken waarvan ik dacht, ja, zo'n potje kan heel goed in de voorbereiding worden gespeeld. Tempo was laag, ik miste de echte passie. En bij Excelsior kan ik me dat goed voorstellen. Die staan 9e, die zijn klaar. Maar bij NAC toch niet? Nee, zeker niet. En nogmaals, los van die eerste 10 minuten, 15 minuten, werd het daarna gesapig. En werden de ruimtes heel groot, hadden wij heel veel moeite om druk op hun te krijgen. Het verschil tussen de spits en de laatste man was denk ik 60 meter. Als je ziet hoeveel afstanden iedereen moest belopen. Nou, dat klopte niet, dus dat hebben we in de rust geprobeerd om te zetten. Dan ben je nog niet 30 seconden bezig in de tweede helft. Dan heb je ook alweer gelijk een corner tegen. Het was een hele teleurstellende avond. Daar zijn we het wel over eens, denk ik. Word je daar dan uiteindelijk ook moedeloos van? Weet je zelf nog aan welke knop je kunt draaien om het weer op de rit te krijgen? Nou ja, kijk, waar ik wel moedeloos van word, is dat je wel heel vaak dezelfde dingen traint en zegt. En dan heb ik het voorbeeld over een counter eruit halen. Ik bedoel, we staan 1-0 voor. We hebben zelf een vrije trap. Nou, ze koppen hem weg en dan hebben we nog zoveel momenten om een lichte overtreding te maken of desnoods een gele kaart te pakken om die counter uit te halen. Dat doen wij dus niet. Nou, Excelsior doet dat wel. Neemt de actie met Kai de Roy. Die gozer die pakt een beet, die neemt er een gele kaart voor. Dat is een stukje onoverwinnelijkheid. En dat staat al 35 wedstrijden op de wedstrijdbespreking. En blijkbaar denken we nog steeds dat we dat zonder overtredingen kunnen oplossen. Maar dan word je dus 2 keer weggecounterd. Je hebt de afgelopen weken vaak nagedacht over hoe je het aan de praat krijgt, wat dingen geprobeerd. Heb je ook zelf nagedacht of je het nog aan de praat gaat krijgen dit jaar? Jawel. Nee, natuurlijk. Daar heb ik niet over nagedacht, omdat ik ervan overtuigd ben dat wij het aan de praat krijgen. Alleen, weet je, elke keer als we de kans krijgen om dichterbij te komen of om de tweede plek te pakken, ook vanavond weer tegen een ploeg die ook nergens meer om speelt. Ja, dan blijkt gewoon dat we het niet voor elkaar kunnen krijgen met z'n allen, dus staf en spelersgroep, om een goed resultaat neer te zetten. Ik ben denk ik de eerste die daar ongelooflijk van baalt. Ik zei natuurlijk namens een supporters-site. De mening binnen veel supporters is eigenlijk dat het voor hun gevoel de chemie een beetje weg is. Ze zien week in week uit dezelfde dingen fout gaan. Waar zit bij jou dan nog het geloof? Want je zegt, ik heb er nog vertrouwen in dat we het om kunnen draaien. Waar zit dat geloof in? Nou, dat geloof zit dat ik gewoon heel veel vertrouwen heb in deze spelersgroep. En kijk, dat het een heel wisselvallig seizoen is geweest, dat weten we. En dat we wisselvallig spelen, dat weten we ook. Hè. Goede momenten met slechte momenten. De wisselvalligheid zie je zelfs ook in delen van wedstrijden terug. Hè. Ik vind nog steeds dat we heel behoorlijk aan de wedstrijd beginnen. En het onszelf dan weer moeilijk maken, krijgen ineens 4 corners tegen. Maar ik heb heel veel vertrouwen nog in deze spelersgroep. En waarin we ons nu wel volledig moeten gaan richten op de na-competitie. Want de competitie is gespeeld na vanavond. Ja, dus ga je de komende weken dan ook op die manier in? Klaarstomen voor de na-competitie? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je nu, want je hebt daar, het is over nog maar een maand, dan is het helemaal afgelopen. En dus daarin hebben we weinig tijd. Maar moeten we ons volledig focussen op de na-competitie? Want de gewone competitie die is gespeeld. Ja, er moet een hoop veranderen, dat ben je met me eens denk ik. Gaan de komende weken gesprekken gevoerd worden?
Nou, wij voeren constant gesprekken met spelers. En dat is elke keer een herhaling van zetten. Maar dat we niet tevreden kunnen zijn, met name ook hoe we de goals weggeven vanavond, dat mogen duidelijk zijn. Want ondanks dat we een slechte wedstrijd spelen, heb je ook nog wel 3-4, denk ik, 100% kansen, met name schotkansen, om die wedstrijd te winnen. En zo kan het ook weer zijn. De 2-1 die we tegenkrijgen, dat is een achterbal die Moyes eigenlijk gewoon binnen moet schieten. Helemaal vrij in de 16. Dus het is zo dicht ligt het ook bij elkaar. En daar hou je dan aan vast. Succes komende weken, dankjewel. Ja.